Dag vrienden van het Pijpere Stripverhaal. Bert Pijper en de Vinnige Vlogger hebben er een vlogje in ingedokeld. En voor deze keer overal eigenlijk een uitgave dat eens nog niet bestaat. Dat moet ook kunnen, hè. Maar ik wou nou toch vandaag met een blog eens een paar dingen zeggen over de David Steenhuizen. Eerst en vooral zorgt die mens ervoor dat er heel wat verhalen van vroeger, hè, in stripverhalen, die sommige mensen nog hebben in hun kast en die liggen dat te verstoffen, dat die in de integrales terechtkomen. En ten tweede zorgt hem ervoor dat er terug meer en meer strips worden gelezen. En dan moet ik toch eerlijk zeggen dat dankzij die integrales toch mensen terug meer strips lezen. En daarom zou ik willen vragen, van als je Thijs Vlogs kanaal, vooraleer dat ik begin over zijn neef project, een beetje plezant vindt, deelt dat dan ook eens op alle nage site of alle nage Facebookpagina of die zien er waar dat je overal zit. Niet alleen op de strippagina's of stripknippagina, want daar zitten alleen maar mensen die toch al strips lezen. We moeten terug meer de mensen laten strips lezen. He, vroeger, pak naar mij als kind, ik ging naar mijn grootvader in Kalfot, tegen Puurs, voor de mensen dat die kennen. He, en daar heb ik leren Bert Bieber en Piet Painter lezen. He. En daar heb ik leren, ja, als je zo in een oer zit, dat is ons kat. He. En daar heb ik Carrie Lente leren lezen en Piet en Kaleber en zo. He, die las dat, die gaf dat ons en die las. En dan zo rokte me dat in geïnteresseerd. Dat gebeurt al niet meer. Dus we moeten terug meer stripliefhebbers aan onze kant krijgen. En dat kunnen alleen maar de mensen te laten kennismaken via vlogs of via iets anders met de stripverhalen. Waarom nou David Steenhuizen? Wel, gezegd even van David, hè, die zorgt er eigenlijk voor dat mijn stripkast een beetje zede dat van achter staan, wel wat dat daar aan mij gewerkt, hè, dat die terug wat voller gerokt, maar zorgt er ook voor dat mijn portemonnee een beetje lager gerokt. En dat is bij veel mensen zo natuurlijk, maar goed, hè, als je dat de Rode Ridder ziet staan, de integrale, als je dat Bakeland ziet staan, als je dat Sammy ziet staan, allemaal, en nog veel meer andere dingen, allemaal integrales, dat daar eigenlijk voor groot deel voor gezorgd, hè, dat er die kwamen. Dus David, bedankt daarvoor en nog veel van datzelfde werk. Want ja, de neefproject, hola, houd alle vast, mannen. Als ik me van tijd een keer naar daar zie, dan moet ik eens zien dat ik alles niet vergeet. Want het meeste zit in mijn kop, maar niet alles. Hè. Hij gaat dus zorgen voor een nevenintegrale. Contracten zijn getekend, de mensen van stripknippen met misschien al gelezen. En wat gaat er naar komen? Twee dikke boeken over de centauren. De centauren, Aurora en Ulysses, hè, zo is dat ook wel gekend. Ja, zo heel veel is daar niet van gekend, hè, want er zijn ook niet zo heel veel lange verhalen van verschijnen. Maar het zit zo'n beetje in de periode van Dupuis, van Robbedoos en Spirou. Van juist na, ik zal maar zeggen, de Sliert en de Flagada en zo. Hè. En dan in de periode van de mini-mensjes en de Catamarum en zo, die dat trouwens ook te maken hebben met die integralen. De mini-mensjes, eigenlijk van dezelfde tekener als de Centaur, daar ga ik ze beter iets van vertellen, dat is al een integrale van, hè. Ja, ja, ik geloof al wel 11 delen. Ook wij allemaal, David Steenhuizen, dat aan mij heeft gezorgd, hè. Maar na komt dus de Centaur. Getekend, ik wist het, maar ik moet het ook zeggen, Pierre Serron. En die mens die naad dus ook, ze zien dat ik zijn vuurnaam toch juist, ja. Die is geboren in 1942 en gestorven in 2017. Pierre Serron, die is beginnen te tekenen eigenlijk bij Dino Atanasio. Dan moet ik zeggen, altijd dat beus, hè? Maar het is Dino, dat is die van meneer Spaghetti, wat dat trouwens Pierre Serron aan mij gewerkt heeft. En hij ook meegewerkt aan Ton en Tineke. Ton en Tineke. Je zou zeggen, ja, maar dat is toch Franquin dat is? Ja, dat is van Franquin voor een stuk, maar ook Pierre Serron had daar ook aan getekend. Dino Anastasio heeft daar ook voor getekend. Atanasio, nou zeg ik juist dat daar zeg. Ik zeg aan het toddelen, maar goh, dat moet er maar bij pakken. Maar het is een live ding, ik heb dan ook niet te goed voorbereid, want anders is dat niet meer zo echt. Hè. Goh, dus even zien. Hè. Ja, de Catamarum trouwens, dat was niet van hem, hè. Dat was van Gos. Hè. De mini-mensjes was ook van Pierre Serron. Hè. Zijn staal, ja, ik wil er wel eens iets van laten zien. Ondertussen zitten van dat ook wel wat bijletjes op de vlog, hè, dat kun je ook wat volgen. Zijn staal was eigenlijk de staal Franquin. Daar moeten we niet een oezel over doen. Franquin, Serron,
die stijl komt wat overeen. Het was zelfs zo op een schone dag dat het er met zijn poten uitgangen had, dat er misschien wel zelfs Francais opgevolgd hebben met Robben dus. Maar dat is dan niet gebeurd. Hè. Hij had wel zijn eigen rijksen, niet zoveel, hè. Pierre Seron had niet zoveel rijksen gehad. Ik heb het al gezegd, de mini-mensjes. Ja, pas op, je moet dat niet onderschatten. Ook tussen de 45 en de 50 albums van verschijnen. Hè. Ja, ja, ja. Was hier, en meestal mochten hem ook nog zijn eigen scenario's. Alhoewel, van tijd wil hem ook wel geholpen de bijvoorbeeld Desberg. Dat toch ook wel gekend is, Mitei. Ik noem alle namen van dat op de boeken staan, hè? Niet alle echte. Dus die hebben hem wel eens geholpen. Maar, goed. Maar waarom naar de centauren, mama? He, de mini-mensjes kan aan, kunnen integraals van maken. Maar waarom de centauren? Toen waren er twee dikke trouwens, met heel wat dossier uit een David beloofd. Wat dat er nog allemaal vuil van die schraver kan, denk ik, dan kan dat toch niet vuil instaan. Want dat staat al heel vuil van die mini-mensjes. Dat is hetzelfde. Maar toch, wat zou er kunnen instaan? Ik ga alleen verrooien. Ik denk dat Seron zijn het eigenlijk lag, zijn teken het bij de centauren. Hij had er niet zo heel vuil gemokt. Een stuk of tussen de 4 en 6 lange verhalen pas. Ik heb er nog een achttal kutte verhalen. Allee, dat gaat allemaal bijeenkomen in... Wacht, dan moet ik nog eens even naar daar zijn. Hè. Ja, in dus die twee integrales. De centauren, wat zijn dat nou eigenlijk, centauren? Ja, dat zijn zo beesten, allee, half beest, half mens, van boven mens en van onder pjat. Niet omgekeerd, want dan heet dat anders, maar dat weet ik nog wat is. En de hoofdpersonen in de centauren zijn dus Aurora en Ulysses. Een buivelaaf, dat is helemaal blaad, kan al niet laten zien, hè? Als je dat wilt, kan al, leg het ondertussen al misschien wel wat dingen gezien, maar ik kan die eens vertellen. Een buivelaaf is hier als blaad, en dan van onder, ja, de ene zee wit, en de andere zee een beetje lichtbruin, hè, met Pierre lichaam, het wrake zee wit, de andere lichtbruin, dat is wel goed, dat helemaal niet uitleggen. Hè? En die mensen, dus die twee centauren, zal ik maar zeggen, die zijn dus verjaagd uit de Olympus, waar dat al die gouden wonen. Hè? En die willen natuurlijk graag terugkomen, en daar gaat dat dus over. Hè? Ondertussen kun je ook, heb ik ook al wel gezien, hoeveel boeken dat er verschijnen zijn. Zowel ook wel in Frans en in Duits en zelfs in Spans, want Spanje en Duitsland is geïnteresseerd, mannen. Ja, ja, als die integrales er komen, dan zou er wel eens goed kunnen zijn dat dat ook nog eens verteld wordt in die talen. Dus, de David heeft gezegd, het zal misschien geen al te grote oplagen zijn, dus zet de rabat, bestelt ze misschien al eens daar wat dat kan. Hè. Komt er een luxe, komt er geen luxe, dat weet ik allemaal nog niet. Dat moet je aan de David vragen. Hè. Maar ik wil allemaal warm maken voor dat zeker te pakken. Want ik zeg het nog, de stijl van Seron was op zijn best als hem aan die centauren begost eigenlijk. Hè. Je kunt er al toch eens iets van laten zien. En dat is direct wel iets heel speciaal ook. Want Seron dierf zijn centauren ook eens laten optreden in een ander verhaal. Zie je die zee? Ah ja, ik heb me na Robbedeuzen nog eens schuld. Eigenlijk moet je me zeggen dat dus... tussen 77, denk ik, durf het niet zo zeggen, en 86, 1977 en 1986, stonden die verhalen in Robbedeus, hè, van de Centauren. Maar, deze is een van 88, die heb ik nog bovenop mijn zolder teruggevonden. En wat vind ik daarin? Die Centauren. Zeg gewoon, nou, je kan dat al laten zien, je ziet ze niet zo goed, maar goed, je ziet ze wel. Nou, toch eens. Hey, zie je er een, hè? Hé? Wacht, hè. Waar zit hem nou? Want ik moet het ook... zoek hem zelf. Op het blad. Hé, van onder. Zie je dat? Dat madameke. En dan hé, op za ook nog een. Hè? Die in blauwe daar. Hè? En dat is dus... En zie je deze, mannen? Ja. Ik weet niet dat hem dat gaat in die integraals mee zetten. Want hoe dat die eigenlijke toon getekend werd... Ik durf het niet te lang laten zien, want ze weten ze nog van Facebook. Hè? Hoe dat die toon getekend werd, dat weet ik niet dat dat nog volgens de goede orde is. Hè? Dat zullen we dan wel zien. En dat is eigenlijk een boek, De Mini-Mensjes. En dat heet, pas op nou, Uwele Matibukaline. Dat is een vulkaan, hè, dat ze daar ergens tegenkomt. Dus hij leed ook zijn centauren optreden in andere boeken. Zelfs bij de Catamaran bijvoorbeeld. Hij had hem ook nog eens een keer... als ik het niet meer weet, dan zie je dat ze beter wel op een foto kunnen verschijnen. In de Catamaran had hem ook getekend. Oei, ik ga al over mijn thema uit, dat is beter. Ik mag het ook niet te lang spreken, ook niet, want dan blijven de mensen niet lusteren. Dus ik wil maar zeggen...
Dankzij dus die zoektocht naar de Olympus, hè, dat ze terug willen gaan, de centauren, komen ze in verschillende tijdreizen, in verschillende werelden terecht. Dat moeten allemaal maar ontdekken. Maar mensen, het is een serieus werk dat David dat wij insteekt. Hij had dat zelfs weduwe Seron gaan horen in Zuid-Frankrijk, voordat dat allemaal wel mocht en kon. Dus dat wordt een prachtig boek. Hè. Dat, zelfs één verhaalbouw dat enkel maar in Frans heeft bestaan. Ik denk dat dat is met de catamaran. En dat ze dus nog een Kelvinator, moet ik even lezen, Kelvinator nummer 3. En dat gaan ze dus ook vertalen in Nederlands. Komt allemaal in die twee integrales. Als je meer wilt weten, contacteer David Steenhuizen of Aves Strimp, Stieboer, en zegt, zet maar er al maar op, want als die ook verkocht zijn, heb ik geen. Hè. Dat wordt een prachtig project, met veel dank aan David Steenhuizen voor al die prachtige integrals die dat er al gekomen zijn en die nog gaan komen. En ik probeer zoveel mogelijk in mijn portemonnee te krijgen om die raad dan terug te kunnen gaan uitgeven. Beste vrienden, delen zou ik zeggen aan ook niet stripsites of niet strippagina's, want we moeten de mensen terug aan het striplezen krijgen. Hè. Dag, beste. Hè.